Met welk gevoel kijkt u terug op 2022? Nou, enerzijds met een wat gemengd gevoel, want in zo'n jaar gebeurt er ook heel veel dingen waarvan je denkt van nou, dat was beter geweest als dat niet gebeurd was, of dat, nou ja, sommige dingen zijn heel verdrietig, maar door de bank genomen met een heel positief gevoel. Er zit ontzettend veel energie in de stad om de goede dingen te doen voor elkaar en met elkaar. Heb ik heel erg ontdekt afgelopen jaar ook weer. Dat is niet voor het eerst. Hè. Dat is toch een beetje, denk ik, een beetje DNA van Almelo om het goede te doen. Dus ik kijk met een tevreden gevoel op 2022 terug. Wat heeft u het meest geraakt? Nou ja, helaas zeg ik erbij hoor. Diep verdrietig. Maar het jaar, als je terugdenkt aan het jaar, ja, dat begon met opnieuw een zwaar geweldsdelict. Dat het leven kostte aan Jarrell Reinders, een van onze inwoners. Wat is u het meeste opgevallen van vorig jaar? Veerkracht. Wat ik ontzettend waardeer in de Almeloze gemeenschap, is de veerkracht om ook na tegenslag, en dan doe ik bijvoorbeeld op de corona-jaren, dat ja, de stad op slot zat, de samenleving op slot zat, dat het moeilijk ging, dat er nou, ook ondernemers het heel zwaar hadden. Wat je in 2022 hebt gezien, en ik heb daar in mijn nieuwjaarsboodschap tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente ook aan gerefereerd, is dat er een, ja, dat mensen toch weer letterlijk en figuurlijk met frisse moed hebben gezegd, ja, maar het gaat ons niet overkomen dat we bij de pakken gaan neerzitten. We gaan er weer wat van maken. En met succes, hè. Je ziet heel veel verenigingen weer activiteiten ontplooien, serviceclubs, maar ook ondernemers, individuele inwoners, mensen in buurten. Dus ja, de stad komt als het ware weer tot leven na die twee sombere jaren. 2023, dit jaar was nauwelijks begonnen of Almelo werd opgeschrikt door een verschrikkelijke brand. Ja. Uw reactie graag. Nou ja, ik was vrijdagavond dat gebeurde bij de brandweer te gast, omdat daar de jaarlijkse korpsavond was. Dan huldigen wij de mensen die jubilea hebben bij de brandweer, soms zelfs zeer lang. We nemen ook afscheid van een aantal brandweerlieden. Er was er eentje die na 41 jaar dienst de brandweer verliet. Wat natuurlijk geweldig is, hè, dat mensen zich zo lang aan de veiligheid van de stad willen verbinden en daar voor willen klaarstaan. En terwijl ik daar was, terwijl we daar de bijeenkomst hadden, kwam er een brandalarm. En dat gebeurt natuurlijk vaker bij een stedelijke brandweer. Maar al gauw was duidelijk dat het om een hele grote brand ging. In brandweertermen heet het dan zeer grote brand. Dat heeft vooral te maken met de inzet die men moet plegen. En ik ben ook ter plaatse gegaan. En wat je dan ziet is natuurlijk, die tranen springen in de ogen, dat een terrein van 2 hectare met een kolos van een gebouw erop eigenlijk in een mum van tijd opgegeten wordt door het vuur. En dat in dat gebouw prachtige bedrijven zitten. Hè? Een kringloopbedrijf, de prijsbeker en medaille. Winkel, een sportprijzenwinkel die de familie Reefman al in 3 generaties heeft. De postfunctie die er zit, hè, PostNL. Een dierenartsenpraktijk, weliswaar gesloten, maar ook nog met spullen. Ja, en een sportschool die door veel mensen uit Almelo en omgeving ook bezocht wordt. Wat kon u toen voor de mensen betekenen? Nou, op dat moment is het vooral de taak voor de brandweer om zo veilig mogelijk, niet alleen voor dat object zelf, hè, voor dat gebouw zelf, om te blussen. Het was al gauw duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was. Maar ook om de omgeving, hè, dus de mensen in de Aalderlingshoek, hè, die onder de wind en onder de rook lagen, om die ook te beschermen. Dus ja, je bent dan bezig om je ervan te vergewissen dat er voldoende maatregelen genomen kunnen worden om ja, rook- en roetschade te voorkomen, overslag van brand en dergelijke, doet de brandweer. Maar daar gaat dan je belangstelling naar uit. Ja, en de dagen daarna heb ik veel contact gehad met de getroffen ondernemers, om van hun te horen hoe het persoonlijk met ze gaat. Maar ook om te overleggen, joh, wat heb je nou naast hulp van de verzekeraar of een aannemer, maar wat kunnen we als gemeente nog voor je doen om een stuk van de ellende te kunnen wegnemen. Dat is vaak niet veel wat we kunnen doen. Wat ik heel fijn vind is ook dat je ook daar alweer hoort dat zelfs de meest getroffen ondernemer zegt, ja, maar ik heb al plannen, ik ga nadenken over wat ik wel en niet kan. Het zegt ook weer iets over die veerkracht, hè, waar ik het over had. Maar het blijft natuurlijk een trieste bedoeling. Wat wilt u de inwoners van uw gemeente meegeven voor het komende jaar? Hou vast wat die geweldige eigenschap is van de Almeloer. Namelijk veerkracht, vernuft, initiatief. Elke keer de hang om er weer bovenop te komen. Dat heeft ons zoveel goeds gebracht in het verleden. En dat blijft Almelo ook heel veel goeds brengen in de toekomst. Hou dat vast. Wat wilt u zeggen aan de mensen die het best moeilijk hebben?
Wat wil ik zeggen tegen de mensen die het best moeilijk hebben? In de eerste plaats denk ik, wees niet benauwd om hulp te vragen. Wees er ook van overtuigd dat er in Almelo veel hulpvaardigheid is. We hebben heel veel instellingen en instanties die hulp kunnen bieden. En wees er ook van overtuigd dat we met elkaar ons best doen om armoede tegen te gaan, werkgelegenheid te bevorderen, een veilige omgeving te creëren waarin je je kinderen groot kunt laten worden. Dat we het onderwijs in Almelo, zowel het voortgezet onderwijs, maar ook het beroepsonderwijs, in de aanbieding willen hebben, zodat er kansengelijkheid is voor iedereen, ook als je op achterstand staat. Dank u wel. Graag gedaan.